Op 17-jarige leeftijd maakte Rafael van der Vaart zijn entree in het profvoetbal. 23 jaar later doet zijn zoon Damian hetzelfde. Niet met een debuut in Ajax 1, maar met een handtekening onder zijn eerste profcontract. Je bent vandaag officieel Ajaxiet. Hoe voelt dat? Ja, heel goed. Heel blij. Het was natuurlijk altijd een droom voor mij. Dus ja, ik ben heel blij om hier te zijn. 3 maanden terug, toen mocht ik voor een stage hier komen en een week laten zien wat ik kan. En uiteindelijk werd ik geaccepteerd, dus toen mocht ik aansluiten. Hoe vond je het, die week stage? Ja, leuk. Leuke gasten ook in het team. Dus ik voel me heel welkom hier. Ja, een paar jongens ken je wel, denk ik, hè? Van Oranje? Of ja, niet? Ik ken een paar van Oranje. Ja, Ryan van der Pavert, Timo Schreuder. Ja, ze hebben wel een paar gasten. Ja. Je hebt vast contact met ze gehad de afgelopen weken? Ja, precies. Ja. Ja, wat zeiden ze allemaal? Wat vinden zij ervan? Nee, ze vinden het leuk dat ik erbij ben. Dus ja, ik voel me thuis. Heb je lang moeten nadenken? Toen Ajax vroeg of je wilde. Nee, daar hoefde ik niet lang over na te denken. Nee. Nee? Nee, meteen ja gezegd. Heb je nog advies aan je ouders gevraagd? Ja, papa die geeft me altijd advies qua voetbal. Maar dit was, hoef je niet over na te denken, deze keuze, nee. Ja, het is wel heel bijzonder vandaag, moet ik eerlijk zeggen. Dat, ook emotioneel, omdat dit is wel de club natuurlijk, hè, die mij alles geleerd heeft. En ja, hij krijgt nu de kans. Om het hier ook te bewijzen en iedereen weet dat ik vind dat Ajax de beste opleiding is nog steeds, denk ik. Dus ik ben enorm benieuwd hoe dat alles gaat. Ja, ik ben een aanvallende middenvelder. Ik heb een goed rechterbeen. Ik ben ook snel, iets sneller dan hij was. Dus ik hou ervan om altijd naar voren te spelen en steekpasen en schieten, voorzetten, dus ja. Okay. Heb je iemand bij Ajax naar wie je veel kijkt? Of? Ja, mijn idool is zeg maar Hakim Ziyech, dus daar kijk ik altijd naar. Heb je ook veel beelden van je vader terug? Ja, zeker. Ja. Lijk je een beetje qua stijl op hem? Qua speelstijl, op je vader? Oh ja, of jawel. Meer op Hakim? Zie je misschien een beetje een mix van allebei. Ja, ik hou ervan om voorzetten en de gouden paas te spelen en zulke dingen. Ik sluit nu aan bij onder 18 en daar wil ik me natuurlijk in de basis knokken en dan natuurlijk altijd stap omhoog maken. We gaan nog één keer terug in de tijd. Oh ja. Toen Van der Vaart senior zijn eerste contract tekende. Leuk. Heb je deze wel eens gezien? Nee, nog niet. Nee? Nee. Ja, hij was 17 jaar. Maar je ziet, ik heb altijd weinig haar gehad. Ja, huh? Ja, nee, dat klopt. Ja. Dat zie ik ook niet. Was dit altijd ook jouw droom geweest, dat hij hier zou tekenen? Of, Nou, weet je wat, ik vind het best wel heel moeilijk om ik zeg het ook vaak, om vader te zijn, ik vind dat echt, en die ook voetbalt, is heel lastig. Hoe ga je er nou mee om als oud-speler? Met je zoon, ik heb daar best wel moeite mee. Want ik ben best wel hard voor hem. En dan zegt Estefana bijvoorbeeld van, je moet niet zo zeiken en dit en dat. En dan denk ik, maar ja, hij wil het heel graag, dus dat moet je ook zo zijn. Maar uiteindelijk, het hoeft van mij ook niet, want uiteindelijk moet hij gewoon blij zijn. Ja, dat is nog wel een struggle die ik, ik vind het heel lastig. Durf je me een beetje los te laten nu, of ga je er nog meer mee bemoeien? Juist loslaten. Juist loslaten. Omdat hij, ik denk dat ik hem heel veel geleerd heb. Alleen het laatste stuk, dat is echt aan Ajax. Dat kan ik hem niet leren. Dat moet je gewoon elke dag doen. Op het absolute hoogste niveau trainen. En dus ik kan niet wachten. Ik zie nu al aan hem. We hebben een paar keer nu meegetraind dat hij echt stappen maakt. Dus weet je, het is toch prachtig, weet je, die toekomst. Hij vindt zelfs school daar leuk. Nou oké. <okay. laughs> Heb je nog advies van je vader gekregen? Ja, gewoon een leuke jongen zijn en ervan genieten. Ja? Ja. Nee, weet je, kijk, het woord plezier wordt altijd zo, weet je, dat zeg je heel gauw. Maar als ik terugkijk op mijn carrière, dan ben je wel eens vaak vergeten te genieten. Weet je, wat voor mooie tijd. Kijk, kom hier weer dat dek oprijden en dan denk je, wat een mooie tijd. Als je dan vraagt, heb je echt optimaal van genoten, dan moet je soms wel eens denk ik nee zeggen. En ik ben dan een speler die best wel echt altijd genoten heb, maar je vergeet dat vaak en dat geef ik hem wel mee. En natuurlijk in het voetbal
ja, dat is maar één woord voor mij. Je moet scheid aan alles hebben. Je moet gewoon scheid aan alles hebben. Heb je dat, Damian? Ja. Ja? Ja. Ik hoop dat hij hier al echt heel lang gaat spelen. En ja, weet je, ik krijg bijna kippenvel als je denkt van, oh, stel je voor, hij haalt het. Ja, dat zou natuurlijk prachtig zijn. Ja, dan ben je gaat bij je grootouders wonen. Ja, ja, zeker. Kamer is al ingericht. Dus, ja, helemaal klaar voor alles? Ja, helemaal klaar voor, ja. Heel veel succes. Dank je wel.